Leuk dat je allemaal weer kijkt naar een nieuwe vlog. We gaan vandaag een keer meenemen in een noodhulpdienst straks in Utrecht stad. En ik ga weer mee met Dennis. En waar gaan we zo eerst even heen? Amsterdam. Ja, want we gaan in Amsterdam gaan we iemand ophalen. We hebben vandaag een speciale gast mee in dienst. Maar die gaat eerst op de politieacademie een aantal casussen oefenen. Wie die gast is, dat gaan we jullie straks zien. Dus we gaan eerst onderweg naar Amsterdam. En stel even, als jij nou van je vingers knipt, zijn we dan heel snel of niet? We gaan ons best gewoon doen. We gaan het gewoon proberen. Zo, en daar zijn we dan. Inmiddels aangekomen in Amsterdam, de politieacademie. Misschien voor sommigen dat jullie het kennen. Toegangspasje geregeld, dus we mogen naar binnen. Ja. Waar gaan we nu heen? Ja, ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig. Voor? Ja, we gaan toch iemand ontmoeten? Ja, we gaan iemand ontmoeten. Ik zeg, we gaan hem maar snel opzoeken. Ja. We gaan trouwens meerdere mensen introduceren zometeen. Prima, maar ik hoop het wel van. Ik zeg, we gaan die kant doen. Oké, we doen zo dan. Dat zijn hele belangrijke dingen. Ik zou zelf ook zo aangesproken willen worden als ik wat doe. Nou, jullie kunnen het al een beetje zien. We hebben vandaag Roberto Tan op de auto. Die gaat in dienst meedraaien. Even een kijkje achter de schermen. Ze zijn nu bezig met, met het eerste interview van het project. Dus we gaan straks even verder iedereen voorstellen en kijken wat we nog meer gaan doen. Zullen we nog even stil zijn? Ja, begon het handje springen. Welkom. Buddy. Hi. Ik ben Humberto. Hi, ik ben Jasmina. Jij gaat mij dus helpen vandaag. Ik ga jou helpen vandaag. Heb je er zin in? Waar gaan we heen, Dennis? Naar boven of beneden? Weet ik eigenlijk niet. Naar boven, we gaan nu naar het onderdeel... Naar beneden. Naar beneden. Het onderdeel beneden. Onderdeel beneden. Ah. Maar volgens mij gaan we iets van... ik sta erbij. Gaan we iets van schieten of zo? Ja. Tenminste, wij niet. Iemand anders. Redepa. Dat is een beetje raar shot, ja. Dat is het voordeel van vlog. Ja, dat redelijk, hoeft allemaal niet zo cool. Maar we gaan dus wat IBT oefeningen doen. Ja. Goed? Ja, dat klopt. Oké. Ik ben heel benieuwd. Nou, we gaan nu met Humberto naar de schietbaan en dan gaat hij ervaren wat het is om die trekker over te halen en dat gevoel van het eerste schot beleven. Oké. Okay. Hey, maar ik heb de kijkers nog niet helemaal verteld eigenlijk wat we vandaag gaan doen, want we hebben net Humberto even snel gezien. Maar waarom gaat hij mee vandaag? Nou, Humberto gaat mee omdat hij wil meekijken in onze wereld. Hij wil het beleven wat het is om een politieagent te zijn. En wij willen ook graag aan mensen laten zien wat we doen, waarom we het doen. Een beetje wat jij eigenlijk doet. Oké, okay, cool. Hey, dus hij gaat eerst met jullie even hier op de politieacademie een aantal dingen doen. En dan gaat hij van mij, vanavond met Dennis en mij op pad, hè, op straat. Ja, hij is helemaal overgeleverd aan jullie. En cool. Jullie mogen het doen vanavond. Leuk. We gaan de rest ook nog even schoonmaken. We gaan naar de skibaan. Yes. Let's go. Wat al heel lang aan het schiet is, leggen we elke keer de procedure uit. Ik ga mijn wapen even erbij pakken. Wil jullie heel eventjes opzij? Das. Ja, hij is leeg. Ik laat het jou ook zien. Wij controleren ook altijd bij elkaar dat hij leeg is. Dat er helemaal niks in zit. Een wapen werkt alleen als je de vinger aan de trek houdt. Mm-hmm. Dat is heel simpel, hè? Je stopt een houder erin, patronen zitten erin. Vinger aan het trekken en hij gaat schieten. Wat heel erg belangrijk is, is de loop- en trekkendiscipline. Als je het wapen in je handen hebt en je gaat nog niet schieten, dan heb je je wapen ten alle tijde op deze manier vast. Dus je vinger is altijd hoog. En om zeker te zijn, leg hem alsjeblieft zo hoog mogelijk. De loop, dus waar de kogel uitkomt, is ten alle tijde gericht op het scherm. Dus niet aan de zijkant en ook niet aan de achterkant. Juist. Ja. Nou, dus wat je zo meteen gaat doen, je haalt je wapen eruit. Ja. Doet hij het goed? Die aspecten ga je... Hij gaat wel lekker, denk ik. Ja? Jawel. En dan gaat zo meteen Bas jouw wapen laden met één patroon. Oké. Okay. Ja? Doen wij vast onze oortjes op en brilletjes op. Hartstikke goed, Humberto. Zo, blijf maar gewoon staan hoor. Ja. Doe hem heel even terug in de tas als je wil. Oké, Humberto, voor jou. Het wapen is dus nu geladen. Ja. Dus het houdt in dus dat we nu veilig moeten gaan werken, omdat er gewoon een geladen wapen is. Nou, wat we zo meteen gaan doen, is op mijn commando mag je je wapen zelfstandig op de manier zoals ik het zei uit je holster halen. Daarna ga ik achter jou staan, hou ik je armen vast. En dan mag je op mijn teken je vinger naar de trekker brengen en dan de trekker overhalen. Oké. Okay. Dan mag je je wapen trekken. Dus indrukken. Breng de vinger van. Ja, oké. Okay. Nou, die stipjes recht houden. Oké, nu mag je je trekker rustig overhalen.
Zo. Oké, mag je wapen met je duim die sluiten? Met deze? Ja, met die sluiten. Ja, gewoon naar beneden drukken. Naar beneden drukken. Ja, zo. Let op. Kijk. En deze duim. Oh ja. En dan mag je hem weer bergen, vinger van het trekken, inlossen. Jeetje, Mina. Oké, je ervaring. Wat een knal. Hard. En ook sowieso die terugslag. Terugslag, ja. Ik heb geen idee waar ik geschoten heb zelfs. Nou, oh, ik zie hem. Daaronder. Kijken? Waar mikte je op? Ik mikte op dat zwarte gedeelte van dat witte rondje. Dat is hem? Oké. Ja. Oké. Wow. Nee, maar ik heb het moment dat je de trekker overhaalt, geen idee waar die kogel naartoe gaat. Nee. Maar echt geen idee, werkelijk. Ja, als je had gezegd, het is die kant op gaan, had ik het ook geloofd. Ja. Alleen het puntje van je kootje mag je vinger aan de trekker. En dan ga je, dat is perfect, gewoon rustig die trekker overhalen. Rustig, rustig, rustig. En hou met twee handen je wapen vast. Rustig, rustig, rustig. Oké, mag je met je duim je wapen sluiten en bergen. Zit hij nog verder onder? Hij zit hier, links. Twee schoten op zijn rond. Je schiet en daarna schiet je meteen op. Twee krachten op elkaar. En alle tijden je wapen naar voren. Ja. Bordjes op. Twee stappen naar voren. Vol spanning. Ja, best wel. Oh, één is een navel, eentje ernaast. Hoe voelt dat? Hé. Hey. Maar het is... Nou, weet je wat ik nu aan moet denken? Nou? Aan theorie en praktijk. Theorie? Ja, jongens, je moet met zijn been neerschieten. Ja. Praktijk? Fucking hell, je bent te blij dat je überhaupt kan schieten. Ja. Echt, zo? Ja. Zo, en Bert, hoe ging het? Slecht. Nou, hij is wel eentje geraakt en eentje ernaast. Of niet? Ja, toch? Ik ben toch eentje geraakt? Ja, ja, eentje, ja. Eentje best centraal en eentje gewoon ernaast. Maar het is die tweede... Het is moeilijk. Het is freaking moeilijk om gericht te schieten. Dat ging door je hoofd heen, op het moment dat je ging schieten? Door mijn hoofd ging... Ik heb geen idee waar ik je raak. Ik wil je daar raken. Mm-hmm. Ik probeer het allemaal. Maar omdat ik zo niet stabiel ben, geen idee waar die kogel terechtkomt. Dus dat zie ik bij die tweede. Mm-hmm. Die eerste is nog een beetje in de richting op de body. Ja, dat is ook zo. Maar die tweede echt totaal niet. Totaal niet. Maar dat is ook wat ik dacht. Ik heb geen idee waar ik je raak. Sorry. Ja. Hey, oh shit man. Oh, je bent dood. Oeh. Snap je? Ik heb geen idee waar ik je raak. Ja. Vind ik moeilijk. Dat vind ik wel een... Dat is heftig hoor. Je kan het niet zo sturen. Oké, beetje in de strijdschreeuwenstand. Eén voet voor, één voet achter. Handen voor het lichaam. Dus het gaat los voor je lichaam. Ja, een beetje omhoog. Alsof je die vent al aangesproken hebt, zeg maar. Als je die klop op je schouder voelt, pak je het wapen. Oké, en terug. Als jullie kunnen zien, staan we inmiddels op de schietbaan. Ze zijn hier bezig met wat oefenen, droog oefenen zoals je dat noemt. Zojuist hebben we ook een aantal, of heeft Roberto dan een aantal schoten gelost. En nu gaan we wat meer in de techniek zitten. En alles maar om te kijken en te laten ervaren hoe dat is als je dus een schot lost. Dus we gaan weer even verder kijken hoe we dit nog gaan meemaken. Dwight, wat ben je doen? Ja, ik probeerde dus een foto op Instagram te plaatsen. Ja.
Maar ik vroeg dus of je achteraf nog iemand kan taggen, want ik ben niet super handig met Instagram. Zal ik het zo voor je doen dan? Ja. Ah, top. Dank je. Vuurwapen! Oké. Blijf richten, Bertha. Hou nog even naar voren. Oh. Gewoon strak. Ja, en dan pas na een paar tellen bergen. En nu mag hij in de tas. Mikt hij op de linker pop of ja, op de rechter? Linker. Dacht ik. Pak jij maar de rechterpop. Oké. Okay. Pak Jasmin naar de linkerpop. Oké. Okay. Yes? Ja, roep maar. Ja! Of... Wat ja? Sorry ja. Vuurwapen. Hé, hey, maar hey, kijk daar, hè. Wat er is, hè? Hij zit wel, ja. Op zijn stropdas, hè? Hey, goed. Ja. Als je nou klaar gaat staan, dan moet je ook een beetje klaarstaan. Alsof ik hier met een bijl of een knuppel sta. Of ik wil je misschien aanvallen... dat ik naar je toe kom, dan wil je ook je wel een beetje verdedigen. Dus als het goed is, zit je linkerhand een beetje meer voor je lichaam. Of misschien al fysiek iets. Ja, precies. Dit. Ja. En vervolgens hoor je vuurwapen. En dan is het wapen pakken. Samen. Ja. En dit al. En een tikje druk je af. Yes? Oké, okay. Sta klaar. Actief. Linkerhand voor het lichaam. Ja, roep maar. Vuurwapen! Yes, top. Ja, maar ik baal er wel van. Hoe deed hij het? Hij deed heel goed. Ik durf met hem wel de straat op, denk ik. Dat is een goed teken. Goed. Kijk, na de skibaan hoort er ook een beetje opruimen van alle patronen bij. Ouderwets met de stoffer een blik en een mooie... Hoe heet dat ding eigenlijk? Nou, we hebben juist de oefening op de schietbaan gedaan. We gaan nu een aantal casussen doen. Dus we zijn ons nog even aan het voorbereiden. En volgens mij, wat ik goed begrepen heb, gaan we iets met pepperspray doen. Dus we gaan even kijken hoe dat allemaal gaat lopen natuurlijk. Nou, ik zeg maar aan die kant op.